In deze video ga ik je laten zien hoe jij kunt werken met lesplannen. Nou, ik heb een voorbeeld gemaakt van een lesplan om je te laten zien hoe je gemakkelijk lessen kunt bundelen in een lesplan. Dit lesplan gaat over het vak geschiedenis en dan het onderwerp de Koude Oorlog. En hier heb ik dus voor elke les die ik ga geven, die hoort bij dit thema, een les toegevoegd. Daarnaast heb ik ook een video toegevoegd, als ik die les wil laten zien. De lessen zijn op volgorde en afsluitend heb ik ook een toets toegevoegd. Zo kun je dus heel gemakkelijk samenwerken met je collega's en een lesplan met elkaar delen, waarin dus alle lessen die bij dat thema of bij dat onderwerp horen, gemakkelijk terug te vinden zijn. Wil jij ook zo'n lesplan maken en ben jij benieuwd hoe dit dan werkt? Dit kan in het schoolabonnement Plus. En hier heb je een nieuw lesplannenknop. En als je daarop klikt, dan maak je gemakkelijk een eigen lesplan aan. Door op voeg toe te klikken kun je zien wat je allemaal kunt toevoegen. Nou, dit kan bijvoorbeeld een stukje tekst zijn, een afbeelding, een YouTube filmpje of een Vimeo filmpje. Je kunt een link naar een website plaatsen, een nieuwe les maken of een bestaande les kopiëren of verplaatsen. En natuurlijk ook een bijlage maken. Je kunt heel gemakkelijk alle informatie hierin plaatsen. En op het moment dat ik dan naar beneden ga, dan kan ik ervoor kiezen om een nieuwe kop of een nieuwe tekst toe te voegen. En zo maak je dus eigenlijk onderdelen in jouw lesplan. En als ik er nu voor kies om nog een nieuwe kop aan te maken, dan zie je dus dat er een soort van scheidingslijn tussen komt, waar jij dus al jouw lessen in kunt plaatsen en gemakkelijk kunt bundelen. Heb jij vragen over lesplannen of wil jij ook lesplannen kunnen maken met je collega's? Laat het dan even weten door hier onderin op de chat te klikken en ik help je graag verder om alle mogelijkheden te bespreken.